Ja, dus dit is onze, of althans, dit was onze studio. We kwamen daar binnen en hadden hier een keukentje. Zaten we echt tot voor kort hier nog te repeteren. En de laatste aantekeningen staan hier nog op de muur van ons concert in Carré. Ik ben Koos Zandvliet en ik ben een acteur en muzikant. Ik doe eigenlijk een beetje van alles. Mijn ouders hadden een theatergroep, de Dochtroep. En ik ben eigenlijk met mijn broer en mijn zusje zijn we vanaf kinds af aan altijd met hun op tournee geweest. Thuis waren gewoon, was het speelgoed, was gewoon, dat waren muziekinstrumenten en verkleedkleren. Dus het is allemaal een beetje vanzelf gegaan. Muziek is zoiets puurs. Als iemand, iemand muziek mooi vindt, dan gaat het gewoon over zijn ziel of over zijn gevoel. En dan kan je bijna niet omschrijven. Ik denk dat het toch dat muziek altijd iets goeds heeft gebracht aan de wereld, in wat voor manier dan ook. En film denk ik ook, maar op een hele andere manier. Villa Achterwerk heeft mij vroeger enorm gevormd. Dat heeft ook echt mijn jeugd gemaakt, denk ik. En ik vond dat gewoon zo gruwelijk. En nog steeds. Dingen die ik maak, denk ik, hoop ik toch altijd dat mensen ook even al hun zorgen kunnen vergeten. Dat je even echt in een hele andere wereld kan leven, weet je. En dat is ook hier vanavond in Paradiso, hoop ik ook dat mensen binnenkomen. En dat ze alles vergeten wat hier buiten is. En dat je gewoon echt met z'n allen zoiets aan het beleven bent. Of dat nou in een Paradiso is of in een bioscoopzaal, dat maakt voor mij niet uit. Maar ik geloof heel erg dat je die magie altijd wel kan maken. Hier vanavond staan is, ja, het is gewoon magic. Het is zo leuk om met een groep vrienden, waaronder ook mijn broer, eindeloos te ploegen in een studio om die nummers maar af te krijgen. Dat uiteindelijk dan in zo'n grote zaal te spelen voor zoveel mensen, dat je dan ook een soort waardering krijgt voor wat je doet. Dat is, ja, dat houdt je in leven, denk ik, als artiest. Nee, ik blijf het toch spannend vinden of zo, wat ik dan uiteindelijk, wat er echt van mij terecht komt.